Dit voelt weird as fuck. Hi, ik ben Wale. Voor ze me nog niet meer kennen. Misschien moet ik me gewoon weer opnieuw gaan voorstellen. Want ik ben al zo lang niet op mijn kanaal geweest. En dat heeft super veel redenen. En ik wilde eventjes laten weten dat alles goed met me gaat. En dat ik eigenlijk weer back on track ben op YouTube. Ja, je hangt vast af, Wale. Waarom sta je binnen met een baret op en je jas? Oké. Ga hoor. Oh my god. Yup, dit dus. Daarom. En ik vond het heel mooi licht, dus ik dacht, ik ga lekker hier staan. Ik heb echt zoveel berichten gekregen van wanneer komt een nieuwe video, wanneer komt een nieuwe video. Well, here it is. Waar moet ik eigenlijk beginnen? Het is december, het sneeuwt. The fuck? The fuck? The main reason waarom ik eigenlijk niet... Ik heb een haarband. De voornaamste reden dat ik eigenlijk weg ben geweest van YouTube is omdat ik het super druk heb. Ik loop nu fulltime stage bij Fast Chic Girls. En voor degenen die het niet weten, dat is een magazine voor tienermeiden. Ik loop er al 4 maanden nu stage en nu gaat mijn laatste 1,5 maand in. En ik vond het heel erg moeilijk om te combineren, want naast stage heb je ook gewoon een life. En ik wil gewoon lekker mijn vrienden blijven zien, mijn family en mijn dierbaren. Dus daarom heb ik eindelijk zo geüpload. En ik ben wel gewoon actief nog steeds op Instagram en Twitter. Dus als je nog niet volgt, volg me nu. En velen van jullie vroegen zich ook af of ik vlog misschien doen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel weer heel veel vloggen. Er komen heel veel leuke dingen aan. Dus ik ga zeker vloggen. Ik wilde eigenlijk een beetje vertellen hoe het is om bij een magazine te werken. En wat ik eigenlijk afgelopen maanden een beetje heb geleerd. En hoe het nu met mijn leven is. Het is heel hard werken. Maar ik heb het super erg naar mijn zin. Eigenlijk wat ik doe is online redactie. Dus alle artikelen die je op de site ziet, die schrijf ik. Samen met een collega. Af en toe schrijf ik ook dingen voor het magazine zelf. En ik wil gewoon echt even zeggen dat ik vet trots op mezelf ben. Soms moet je dat gewoon even zeggen. Want ik heb heel veel struggles gehad om een leuke stage te vinden. In ieder geval een stage die echt bij mij past. En dat was echt mijn doel. Ik denk dat heel veel mensen gewoon echt een stage vinden omdat ze er één moeten vinden. En ik had echt zoiets van, ik wil echt een stage dat ik er echt iets aan heb. En dat ik het leuk vind. En jullie weten dat ik heel erg van schrijven hou. Dus daarom dacht ik van, laat ik het daar proberen. Helemaal aan het begin van mijn stageperiode kon ik maar 1 artikel per dag schrijven. Nu schrijf ik ongeveer 4 per dag. Ik merk gewoon dat ik echt ben gegroeid en dat maakt me echt vet blij. En eigenlijk de boodschap van heel dit verhaal is dat als je iets wilt, moet je gewoon heel hard vechten en vooral niet opgeven. Als het gewoon even tegen zit, gewoon doorgaan. Schrijf alles van je af. Zet je priorities even straight. Waar je ook bent in je leven, ga gewoon iets doen wat je echt heel leuk vindt. En ook al is het vet hard werken, maakt niet uit, je komt er wel als je maar in gelooft. Ik geloof echt gewoon als jij manifesteert, dus als je echt visualiseert wat je denkt, wat je wilt, dan kom je er. En echt, take my word, het is echt zo. Advice with Rome. Dus misschien was eigenlijk een YouTube break wel even nodig, omdat ik me vol daarop kon focussen. Maar I'm back. En ik vroeg me heel erg af, wat voor video's wil je nou zien? Ik dacht zelf weer aan een koken met de Roo. Just Dance, sneeuwvlogs, sneeuwchallenges, let me know. Ik wil eigenlijk ook een serie gaan opnemen met Advices with Ro. Laat me weten in de beschrijving wat je daarvan vindt. Deze. Dit nummer kom ik dus toevallig tegen in mijn Discover Weekly en ik vind het super leuk. Deze is echt super leuk. Ik ken heel deze artiest niet, maar ik vind het fucking leuk. Tina Oor, eeuw. Eerlijk, ik wil alles zeggen over haar, maar dit vind ik een nice tune. Met jullie gaat en dat je me een beetje gemist hebben. En I'm back on track with YouTube. Al die tijd ben ik wel gewoon actief geweest op Instagram en ik vind het ook vet leuk om lekker te shooten. Dus als je nog niet volgt op Instagram,
Hieronder vind je het linkje. Volg me zeker en vergeet ook niet te abonneren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een video van mij te zien. En ik heb jullie gemist. Dat was even mijn verhaaltje. Dus ik spreek jullie in een nieuwe video.